Ambassadeur Robert Voucher van de Verenigde Staten bracht een werkbezoek aan minister Reshma Kulipsingh van Economische Zaken, waarbij de focus lag op de bescherming van intellectuele eigendomsrechten. De partijen bespraken samenwerking om deze rechten te bevorderen, wat ook Amerikaanse bedrijven in Suriname ten goede zou komen. Minister Kulipsingh waardeert de expertise van de Amerikaanse deskundigen en ziet mogelijkheden voor verdere ontwikkeling van het Bureau Intellectuele Eigendom. De politie heeft op 5 april tijdens een algehele controle op voertuigen 174 voertuigen doorzocht op verschillende locaties. De actie onder de naam Operatie Zero Tolerance is uitgevoerd door de afdeling Narcotica Brigade samen met andere afdelingen van bestrijding, zware criminaliteit, om drugscriminaliteit en andere vormen van criminaliteit aan te pakken. Deze strategie zal worden voortgezet om een krachtig signaal te geven over de vastberadenheid van de politie om op te treden tegen criminele activiteiten. SHTTC organiseerde van 5 tot 7 april in opdracht van het ministerie van TCT een succesvolle basistraining in brood en banket te Binnenstrand in Klaaskreek. De training, gericht op het versterken van lokale vaardigheden, omvatte intensieve sessies in diverse baktechnieken. Duurzaamheid en innovatie stonden centraal, met nadruk op het gebruik van lokale ingrediënten en het verminderen van voedselverspilling. Na afloop ontvingen alle 16 deelnemers een certificaat van voltooiing, waarmee ze hun carrière in de bakkerij- en banketsector kunnen versterken.